Het is vandaag dus Coming Out Dag. De dag is speciaal gericht op homo-acceptatie. En dat wordt over de hele wereld gevierd. Ook in onze provincie is van alles te doen. Je hoorde het net al, vanavond een heel programma in Almere. Maar vanmiddag is er van alles te doen in Lelystad. En collega Rob Brouwer is daar nu. Rob, je hebt Arja Kruis van Bureau Gelijke Behandeling bij je. En ook Natasja. Waarom is Coming Out Day zo belangrijk voor hen? Nou, dat ga ik aan ze vragen natuurlijk. Ik sta hier trouwens in het centrum van Lelystad. Nabij, nou ja, eigenlijk bijna op het regenboog-zebrapad. Speciaal voor deze gemeenschap aangelegd. Arja Kruis, waarom is dit zo'n belangrijke dag, de coming-out-dag? Ja, coming-out-dag, jaarlijks 11 oktober, is een hele belangrijke dag om aandacht te besteden aan sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's. Waar staat het ook alweer voor? Nog eventjes, want ik heb het proberen te onthouden en ik heb het geleerd vanochtend, maar ik vergeet het telkens weer. Het zijn ontzettend veel letters, Rob, en er komen ook af en toe nog weer letters bij. De Q, geloof ik, hè? Ja, de Q van queer. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender personen en mensen met interseksenconditie. Weet je wat het is? Geen idee, vertel eens. Nou, dat zijn mensen die zijn met beide geslachtelijke kenmerken geboren. En vroeger zeiden ze dan hermafrodiet, maar dat vinden deze mensen eigenlijk een heel naar woord. Dus daarom zeggen we nu mensen met interseksenconditie. Waarom is dan dat een naar woord dan? Nou, zij beleven dat zelf als heel vervelend. Maar dat zijn mensen waarbij vaak de omgeving, ik ken iemand, daar heeft meneer Pastoor gekozen. En die riep, oh, ik beslis, het is een jongetje. Alleen voelde die persoon zich een meisje en dat bleek pas veel later. Maar ja, daarom is het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen. En bij welke letter hoor jij? Ik hoor bij de H van hetero, die zit eigenlijk niet in in dat rijtje. Ja. Maar ik sta hier met Natasja gelukkig, dus wij zijn samen heel divers. Maar nog even over deze dag, want hij is erg belangrijk, maar waarom dan? Omdat je jaarlijks met elkaar stilstaat bij die sociale veiligheid en acceptatie. En alle maatschappelijke organisaties, en er zijn er in Lelystad heel wat van. Daar ook bij stilstaan en laten zien. Wij willen een veilig werkklimaat. Wij willen een veilig leefklimaat voor iedereen die bij ons werkt of die bij ons binnenkomt. En we hopen dat je zo samen een sfeer creëert waar mensen zich ook in thuis voelen. En ook voelen dat ze echt zichzelf kunnen zijn. Want je kan wel de hele verantwoordelijkheid bij die mensen zelf leggen. Maar je hebt als samenleving ook een verantwoordelijkheid. Ik hoor ook het woord veilig heel vaak bij jou. Is het dan niet veilig? Nee, het is niet altijd veilig. We hebben vorig jaar een rapport laten verschijnen waarin we hebben laten zien welke incidenten er in Flevoland rond seksuele diversiteit zijn. En die zijn er nog steeds veel. Als je kijkt naar de aangifte, bijvoorbeeld bij politie of bij ons, de meldingen, dan zit daar vaak gewelddadige handelingen, vijandige bejegening in. Dus... Kun je eens een voorbeeld geven? Je hoeft geen namen te noemen of zo, maar van een voorbeeld bijvoorbeeld in Lelystad? Mensen in elkaar geslagen worden, dat er eierstruif tegen hun ramen wordt gegooid, dat ze veelvuldig worden uitgescholden, uitwerpselen door de brievenbus. We moeten hier niet. Ja, wat wil je zeggen, Natasja? Net ook al even liepen er mensen hier voorbij. Jongeren, helaas. Die begonnen inderdaad te schelden met homo. Ben je dat? Ja, ik zag het net. Krijg je dat regelmatig naar je hoofd? Nee, ik niet, gelukkig. Op zich valt het bij mij wel mee. Uit de kast, het is coming out day vandaag. Wil je daar wat over vertellen, wanneer het bij jou? Jawel, het is al even geleden bij mij. Ik was 27 en het was heel spannend. Ik heb een Italiaans vader, dus daar is het eigenlijk ook nat dan. Katholiek geloof, hè. Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat hij even de tijd nodig had. Uiteindelijk is het eigenlijk wel geaccepteerd. Maar je durft het dus eigenlijk niet tegen hem te zeggen? Nee, in eerste instantie niet. Nee. Maar zo'n macho Italiaan? Nee, dat valt wel mee. Dat is gewoon, het is niet gepast, zeg maar. Dus het is, ja. Ik denk in Noord-Italië dat het nu wel beter zal zijn. Maar bij mijn vader komt ook uit Zuid-Italië en daar is het allemaal best wel... En was dat in Italië of gewoon hier in Flevoland? Dat was hier in Flevoland, ja. Maar tot welke leeftijd heb je daar dan mee rondgelopen? Eigenlijk een paar jaar, zeg maar, daarvoor. En ik merkte wel, want ik ging, zeg maar, mee met zoals het hoorde, zeg maar. Zoals we dachten dat het hoorde. Hoe oud was je toen? Uiteindelijk was ik 27. En ik denk dat ik een jaar of, 24 misschien was. Zeg maar dat ik echt dacht van, nou, volgens mij is dat niet helemaal... Ja, je voelt je een beetje anders, laten we het daarop houden. Maar je wist het toch al langer, neem ik aan, van jezelf? Nee, niet echt. Misschien in ontkenning. Ik weet het niet.
Ik weet het niet zeker. Ik was een beetje in de ontkenning, denk ik. Want toen ik er vooruit kwam, toen zei mijn oudste zus al eigenlijk van... Nou, eigenlijk wist ik het al wel een beetje, dus... Je hebt wel gewoon hetero relaties gehad, voor de vorm. Ja, ja, precies. Ja, een paar. Niet zo heel veel, maar wel een paar. Maar altijd miste ik iets op de een of andere manier. Was het toch niet helemaal wat bij me paste. Ja. 27 jaar. Klopt. Ja. Ja. En vind je achteraf jammer dat je niet eerder gemeld hebt? Maar ja, je wist het zelf niet, hè? Nee, klopt. Ja. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het leven loopt zoals het loopt. En ik denk dat het nu, zoals nu ook, wat we nu doen, denk dat het goed is ook voor jongere mensen, jonger dan ik ben, dat ze gewoon op tijd uit de kast mogen komen. Dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. Even voor de kijkers en voor de luisteraars, welke letter hoort bij jou dan? Ja, bij mij hoort de L. Ja. De L van lesbisch. Ja. En, ja, maar goed, er kwamen net mensen voorbij die begonnen wat te roepen. Dat maak je vaak mee? Nee, op zich nee. Dat valt wel mee. Ik denk, zoals dit soort momenten zie je wel dat mensen dat zeggen. Of als je er voor uitkomt, of zoals een armbandje bijvoorbeeld. Hè, dat mensen wel daar opmerking over maken. Maar verder, nee, moet ik eerlijk zeggen, wel op het werk ook. Want daar had ik het met Arja toen straks ook een beetje over. Of met de groep. Wat je merkt is dat je eigenlijk niet één keer coming out hebt, maar meerdere keren. Als je nieuw werk hebt, dan vertelt iedereen fijn, hè, wat hij thuis als gezin heeft. En ik moet dan altijd inderdaad vertellen van, hè, ik heb een vrouw en we hebben kinderen. En dan zie je mensen altijd wel een beetje apart kijken. En het voelt niet altijd veilig om dat gelijk te doen. Op een nieuwe baan of ergens waar je bent. Je gaat je niet voorstellen van, hoi, ik ben Natasja en ik ben lesbisch. Nee, dat hoef je natuurlijk niet meteen te zeggen. Maar als mensen dan toch vreemd kijken, dan is het toch wel een beetje gek. Ja, dit is niet volledig geaccepteerd, denk ik. Ik weet nog wel een paar jaar geleden ook op mijn werk... dat ze ook nog vreemd stonden op te kijken, terwijl het echt jonge mensen waren. Terwijl ik ervan uitging dat het op zich wel oké is. Maar kennelijk is Nederland nog niet zo liberaal, denk ik, daarin. Zeg je wat tegen mensen die wat roepen? Of wil je gaan mee in discussie? Of denk je laat maar? Vandaag dacht ik laat maar, het is oké. Terwijl het vandaag juist een dag is om over te praten, lijkt me. Ik denk dat we ook bezig waren met het een en ander, dus vandaar. Ja. Oké, maar als het nog een keer gebeurt, Arja, dan spreek je ze aan, hè? Ja, dat is wel wat wij proberen. Maar ik respecteer ook dat mensen zeggen van, ik heb daar niet altijd zin in. De ene keer wel, de andere keer niet. En ook wat Natasja zegt, dat je een coming-out meerdere keren kunt beleven. En elke nieuwe situatie weer van jou gevraagd wordt. Wat laat je zien of wat laat je niet zien? Dat is heel herkenbaar. Hoor ik ook van heel veel andere mensen. Wat gaat hier eventjes heel in het kort, want we komen zo meteen weer terug hoor, in de uitzending. Maar heel in het kort, waarom moeten mensen nu hier naartoe komen? Nou, er komt hier een stukje straattheater. En daarmee willen we aandacht vragen voor het programma van deze Coming Out Week. Want er staan nog hele leuke evenementen op stapel. En daar willen we mensen voor interesseren. Nou, daar gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben met Arja. En ik ga natuurlijk ook praten met mensen die hun coming out hebben gehad. En hoe zit het op Lelystadse scholen? Wordt daar wat gedaan aan voorlichting? Jullie horen het zo meteen. Het is vandaag coming out dag. Een dag waarop aandacht is voor het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender, ofwel LHBT, openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. We noemen dat ook wel gewoon uit de kast komen. Coming out day wordt sinds 2009 in Nederland gehouden. En speciaal voor deze dag zijn er allerlei activiteiten in onze provincie. Rob Brouwer is in Lelystad. Rob, Bureau Gelijke Behandeling heeft een onderzoek gedaan naar acceptatie van homoseksualiteit in het onderwijs. Kunnen ze daar al iets over vertellen? Ja, zeker. Dat kunnen ze. Ik sta trouwens in het centrum van Lelystad, bij het station. Daar is dat beroemde zebrapad met al die prachtige kleuren. Als ik hier trouwens rechts kijk, dan zie ik een bordje. Ik had het eigenlijk nog nooit gezien, want ik loop hier wel eens. Maar het valt me vandaag eigenlijk pas op. Daar staat op, in Lelystad, regenboogstad, mag je zijn wie je bent en houden van wie je houdt. In alle openheid, of je nu oud bent of jong. En waar je ook vandaan komt. Ja, is dat wel zo? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, er is onderzoek gedaan, bijvoorbeeld op scholen in Lelystad, door het bureau Gelijke Behandeling. Ik ga erover praten met Marloes. Marloes, wat voor onderzoek was dat precies? Het was een onderzoek naar hoe Lelystadse basisscholen invulling geven aan hun onderwijs over seksuele diversiteit. Wat zijn de regels daarvoor? Moeten basisscholen dat doen? Ja, in de kerndoelen is dat sinds 2012 opgenomen, dat scholen hun leerlingen respectvol moeten leren omgaan met seksuele diversiteit. En jullie hebben onderzoek gedaan, op wat voor manier? We hebben enquêtes verstuurd en bijna de helft van de scholen heeft daarop gereageerd. En we hebben ook schoolbesturen benaderd om daar nog wat meer informatie te achterhalen. Bijna de helft van de schoolbesturen heeft erop gereageerd, dus de andere helft niet? De andere helft niet, inderdaad. Dat klopt. Wat vreemd. Ja, dat blijft altijd met onderzoek, dat niet iedereen wil meedoen. Oké, dus er zit niet een bewuste gedachte, ze hebben het gewoon te druk of zo? Dat is wel de reden die veel is aangegeven, inderdaad. Nou, dus jullie hebben nog wel gevraagd waarom jullie doen hier niet mee? Ja, we hebben alle scholen opnieuw benaderd. Ook diegene die nog niet had gereageerd. En dat was de reactie die we kregen. Of soms zeiden ze van, dan doen we het toch nog even tussendoor. Nou, wat was het resultaat? Wat wilden jullie precies weten? Nou, we wilden eigenlijk weten, hè, wat ze dan deden op school en waarom, op welke manier. En
Nou ja, we zijn er eigenlijk wel achtergekomen dat het heel erg incidenteel blijft. En heel erg docentafhankelijk is. Er worden wel dingen gedaan, alleen vaak blijft het een beetje hangen bij het kringgesprek. Ja, als er iets is gebeurd in het nieuws of als een leerling met een vraag komt, daar blijft het een beetje bij. En echt methodes, lesmethodes die ook gewoon bestaan, die worden nauwelijks ingezet. Er wordt ook beide gedaan met eigen materiaal, eigen methodes om die zo aan te passen dat je daarin seksuele diversiteit kan weergeven. Dat zie je heel weinig terug. En waarom niet? Dat is een goede vraag inderdaad. Wij hebben ook het onderzoek in eerste instantie opgezet om erachter te komen wat Lelystadse basisscholen nodig hebben om wel meer vorm te geven aan dat onderwijs. Aan dat onderwijs over seksuele diversiteit. En daar wilden we graag samen achter komen. Wat zouden we wel kunnen doen met elkaar om dat structureler te maken? Maar je hebt niet echt de reden gekregen waarom ze die lesmethodes niet toepassen? We hebben bepaalde vragen gesteld. We hebben de enquête ook geprobeerd zo kort mogelijk te houden. Sommige scholen gaven wel bijvoorbeeld aan dat ze vonden dat ze genoeg aandacht besteden. Dat ze ook niet goed wisten hoe ze het gesprek op gang moesten houden, hoe ze dat moesten doen. Dat zijn wel dingen, reacties die we daarop hebben gekregen, ja. Is er nog verschil tussen scholen in het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs? Ik moet heel eerlijk zeggen dat we dat niet hebben onderzocht. We hebben echt gefocust op de basisscholen en met name het reguliere basisonderwijs. Dus die verschillen hebben we nog niet in kaart kunnen brengen. Oké, was daar een reden voor? Praktische redenen, ja. Is het zo dat de mogelijkheid bestaat, hè? Er zijn dus lespakketten en dan kun je iemand op bezoek krijgen. Dat ook, klopt helemaal. Sander bijvoorbeeld, Sander, kom er eens bij. Ja. Hoi. Hi. Jij gaat de scholen langs? Ik ga de scholen langs, ja, klopt. Ja. En wat vertel je dan? Eigenlijk hebben we een soort les om eens te kijken naar van wat speelt er nou allemaal op het gebied van seksuele diversiteit? Wat is de mening van de leerlingen op dit moment? En wat kun je daar nog aan bijdragen om ze een stukje meer open-minded te maken? Oh, je zegt al, wat kun je eraan doen om ze open-minded te maken? Dus wat is nu op dit ogenblik de mening van de leerlingen? Nou, eigenlijk is op zich de jongere generatie best wel staat best wel open voor dit onderwerp. Alleen omdat ze er zo weinig over te horen krijgen, weinig mee te maken krijgen, er wordt gewoon weinig gepraat, überhaupt. Daardoor missen ze een stukje achtergrondinformatie en is het verhaal eigenlijk niet compleet. En dat proberen wij te doen. Is het nog steeds zo dat jongeren dus niet, of kinderen dus daar niet mee te maken krijgen? Want in elke familie is toch wel iemand die van een man houdt of van een vrouw of misschien transgender is? Nee, eigenlijk is het heel grappig dat ik nog regelmatig hoor dat ik dan de eerste live homo ben die ze ontmoeten. Dus dat zegt iets, ja. Wat is die ervaring dan? Wauw? Die is gelukkig positief over het algemeen, ja. Ja, leerlingen die hebben ook wel echt zoiets van, ze vinden het interessant, ze willen er graag meer over weten. En het is gewoon heel mooi om daar iets aan bij te mogen dragen. En is het allemaal roze geur en maneschijn of krijg je ook wel eens negatieve reacties? Ik krijg ook wel eens negatieve reacties, maar meer in de zin van dat is toch een stukje eigenlijk onwetendheid. Wat je vaak merkt in de meningen. En soms zie je wel eens aan het einde van een les, wij delen ook wat flyers uit, dat leerlingen die niet aannemen. Maar dat hoort erbij, dat mag. En heb je wel eens leerlingen bekeerd? Nou, ik bedoel niet bekeerd, maar dat je ze begrip hebt bijgebracht en dat ze zeggen, ja, ik denk er nu anders over. Nee, inderdaad, zeker niet bekeerd. Maar het is wel af en toe zo dat een leerling, dat je achteraf nog wel eens van een docent terugkrijgt, dat een leerling voor het eerst daarna uit de kast is gekomen. Of dat er meer begrip onder de vrienden eromheen was. Dus ja, dat is heel positief. Ja, daar doen we het ook voor. Ja, uit de kast. Kun je heel in het kort vertellen nog hoe het bij jou is gegaan? Heel in het kort, ik was 14 toen ik eigenlijk al wist dat ik op mannen viel. En 24 toen ik daar vooruit durfde te komen. En dat proces daartussen was best wel lastig en pijnlijk. Ook gewoon die zoektocht naar wie je bent en dat ze eigenlijk niet willen omarmen. En dat vond ik een moeilijke tijd. Ja. Hoe reageerden je ouders? Uiteindelijk heel goed, maar dat was wel heel spannend. Dus Maya staat ook nog steeds bij me. Zij is natuurlijk op de hoogte van alle activiteiten rond deze dag. Maya, je moet nog even wachten. Gaan we het zo meteen over hebben, want zo meteen kom je nog een keer terug. Vanmorgen werd in alle vroegte al op veel plekken in de provincie de regenboogvlag gehezen. Het is namelijk Coming Out Dag. De vlag werd bijvoorbeeld gehezen bij de GGD, bij scholen, bij het Aviodroom en bij alle politiebureaus in de provincie. En Rob Brouwer is voor ons in Lelystad. Rob, met wie sta jij inmiddels?
jij inmiddels? Ik sta hier op het roze zebrapad in Lelystad met best wel een vrolijk groepje mensen. Ze zijn allemaal betrokken bij de roze gemeenschap in Lelystad. Ik zie hier bijvoorbeeld Elsa Blazen. Elsa, goedemiddag. Hallo Rob. Ik zie hier Wim Botter. Hij is in de Lelystadse politiek en zet zich ook al jaren in voor de homorechten, toch? Nou ja, voor de LHBT'ers en vooral door middel van de politiek natuurlijk. Veel contact met Arja Kruijs natuurlijk van Bureau Gelijke Behandeling. En er is er regelmatig overleg. Dus het is heel belangrijk natuurlijk dat dat besproken wordt. Vooral op scholen. En daar doen we allemaal ons steentje bij bijdragen. Misschien hebben jullie het gemist, maar hier worden ook vandaag op dit zebrapad toneelstukjes opgevoerd. Wie bent u? Ik ben Adrie. En ik weet er eigenlijk 40, 45 jaar dat ik lesbisch ben. En je hebt hier net ook opgetreden? En ik heb hier net ook opgetreden. Vertel even, wat hebben jullie gedaan? We hebben met z'n allen in de kast gestaan. En dat wil eigenlijk het symbool zeggen dat eigenlijk een heleboel mensen... En dat heb ik zelf ook ontdekt de laatste 20 jaar. Dat die eigenlijk vroeger verborgen heb. Dat ze het gevoel hebben dat ze van hun eigen seks houden. En door het geloof of door familie of door andere omstandigheden dat niet dorsten. En toch een hetero relatie aangingen. En nu eigenlijk de laatste 20 jaar uit de kast komen. En dat speelden wij ook, dat deden wij ook voor. Ja, jullie kwamen uit de kast en allemaal met dansen en eindelijk uit de kast? En eindelijk uit de kast. En daarmee willen we laten zien van mensen verbergen het niet. Als je je zo voelt, schaam je niet en er is niks mis mee. Heb je nou jaren van je leven vergooid eigenlijk? Ik niet, want ik heb vanaf mijn 18e jaar het niet verborgen gehouden en het altijd geaccepteerd. Maar ik ben een van de weinigen die dat gedaan heb. Dus. En hoe is het bij jou gegaan, Wim? Nou, eigenlijk heb ik nooit echt in die kast gezeten. Maar ik wist vanaf mijn 11e, 12e dat ik biseksueel ben. En ik ben gevallen destijds op een vrouw. Daar werd ik verliefd op, daar heb ik van gehouden, daar hou ik nog van. Maar na 25 jaar huwelijk ongeveer en heel goed praten met elkaar... zijn we eruit gekomen om te zeggen, nou, we willen nu ieder ons eigen leven leiden. En misschien is het dan beter dat we uit elkaar gaan... om misschien gelukkiger te worden of op een andere manier je bevrediging te vinden. Dat was eigenlijk een andere coming-out. Het was een heel andere coming-out. En ik vind het heel belangrijk om erover te vertellen... omdat er, denk ik, heel veel mensen zijn die getrouwd zijn... tegen hun wil in of zo. En dat het toch belangrijk is om te praten met elkaar. Want misschien dat je dan die laatste 20, 10 of wat voor jaren dan ook... jezelf kan zijn en mag zijn. En dat is heel belangrijk. Maar mensen, we zitten in 2017, Elsa. Zijn er nog steeds mensen die dat allemaal geheim houden en zo? Helaas. Het lijkt wel of het erger wordt weer. Zo belangrijk is het dat dit allemaal gebeurt. Want er zijn weer steeds meer mensen die er niet meer vooruit durven te komen. Niet hand in hand willen. Hoe komt dat dan? Onwetendheid voornamelijk, denk ik. Heel veel mensen weten het nog steeds niet. Als je zegt LHBT, dan zijn er nog steeds heel veel mensen die zeggen... hè, wat is dat? Ik zeg, nou, dan leg ik dat uit. Homo, lesbisch, biseksueel. Biseksueel, wat is dat nou weer? Echt waar, hoor, nog steeds. En wat vind je ervan dat het nieuwe kabinet ook de genderneutraliteit en zo op de lijst heeft staan? Ja, een van de weinige puntjes waar ik achter kan staan bij dit kabinet. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat op de basisschool al begonnen wordt... met voorlichting over diversiteit, seksualiteit. En dat schort er nog wel eens aan. Ik heb heel veel kinderen gesproken, zojuist op dat zebrapad. En die hebben dat gewoon niet op school. Die hebben geen seksualiteit, voorlichting of wat er ook. Terwijl die pakketten er wel degelijk zijn. Ja, dat is net nog eventjes over, want er is ook onderzoek gedaan door het Bureau Gelijke Behandeling. En Arja, Elsa, kan je eventjes iets naar achteren gaan? Dan komt Arja nu in beeld en ook op de radio. Arja, wat staat er deze week nog meer te gebeuren? Want het is niet nu de coming-out dag, maar wat is er nog meer? Vanavond, 8 uur in de Kubus, de première van de musical van Denise Teunis. Zij heeft haar eigen coming-out verhaal als lesbische vrouw. Daar heeft ze een musical van gemaakt. En die is vanavond voor het eerst in de Kubus te zien. Er zijn nog kaarten, €5 aan de zaal. Ze brengt een heel team mee, een live band. Volgens mij wordt het echt spetterend. Nog meer dingen of was dit het wel? Nee, dat was het nog niet. Morgenavond hebben we Moenier Samuel in de Flevomeer Bibliotheek.
En hij zal vertellen over zijn boek, Liefde is een rebelse vogel. Het eerste boek van Mounir als Mounir. En daar kijken we ook ontzettend naar uit. Een hele sprankelende persoonlijkheid met heel veel diepgang. En waar kan ik het hele programma vinden? Hebben jullie een website? Ja, website www.bureaugelijkebehandeling.nl. Nou, voor de mensen die nu tv kijken, een hoop paraplu's in de lucht. Maar dat is niet vanwege de regen, want het is best wel een lekkere temperatuur. En de regen is niet gevallen, maar het zijn paraplu's natuurlijk in de regenboogkleuren. Nou, genoeg te doen dus in Lelystad en in andere plaatsen. Gewoon even kijken dus op www.bureaugelijkebehandeling.nl.